Kijk allemaal op mijn tafel, want het is een surprise maken met de kinderen. Iets wat ik super slecht in ben, maar ik doe mijn best. Deze wordt die van Shekina. Het wordt zeg maar een beatbox met een microfoon. Dit is de microfoon. Nou, ik ga lekker hierdoor. Want we moeten nog heel lang aan de slag. Doeg! En deze is die van Melody. Voetbalveld met spelers. Oké, die van Shekina is klaar. De beatbox. Met een microfoon. Nu die van Melody nog. Een goedemorgen jongens en welkom bij de eerste vlog van Vlogmas. Zit ik hier lekker met mijn schoen. Maar ja, wij gaan dus vloggen voor de Vlogmas. En ik wil eigenlijk elke dag vloggen. Ik hoop dat het gaat lukken. Jullie weten al hoe ik ben met vloggen. Maar ik ga zeker weten mijn best doen en het lijkt me gewoon leuk. Ik kijk ook altijd Vlogmas van andere mensen en ik denk van, het is toch cute dat je elke dag... In december even gedeelte snips hier en daar van je leven laten zien aan mensen. En dan, ja, weet je niet wat Vlogmas is? Dus dan ga ik dus elke dag vloggen vanaf nu. Dus vanaf 1 december tot en met 25 december, dus tot en met kerst, vind je elke dag een vlog van mij, dus van ons. En ja, heb je zin in Vlogmas, Randy? Jazeker. Hij zegt ja, zeker. In ieder geval, jongens, ja, we gaan dus nu weg. We gaan boodschappen doen. Oh, geef me ook een muntje. Ja, we gaan dus boodschappen doen. En morgen komen vrienden van ons. Dus ik moet even wat lekkers in huis gaan halen. Zodat we genoeg te eten hebben, genoeg te drinken hebben. Ook dingen halen wat ik wil gaan koken. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje op de planning voor vandaag. En dan wil ik ook nog mijn schilderijen ophangen die ik eigenlijk allang wilde ophangen. Ik heb allemaal lijstjes gekocht, die laat ik jullie straks wel zien. En eigen foto's die ik zelf heb geprint, zeg maar, dat wil ik in de lijstje stoppen en uitprinten. Dus ik moet ook eigenlijk fotopapier halen. Oké, ik ga snel vandoor jongens. We spreken later. Doei! Cheeseburger. Mijn oude vriendschap. Maar we zijn uit elkaar. We hebben de vriendschap beëindigd. Dag cola. Oké, ik ben weer thuis. Lekker boodschapjes gedaan. Het duurde even langer dan ik had verwacht. Maar dan kom ik thuis en heb ik iets leuks gekregen. Maar het zijn toch wel de kleine dingen die, ja, die het doen, weet je wel. Dus ik heb van SNS heb ik een chocoladeletter ontvangen. En daar staat bedankt samen ondernemen omdat ik daar mijn zakelijke rekening heb. Maar het is toch cute. Oh, wat leuk. Dankjewel SNS. Ik heb niet mijn schoentje bij jullie gezet. Maar ik vind het super fijn dat jullie aan ons hebben gedacht. Nou, lief toch? Ik ga even aan jullie laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Ja, we moeten toch de vlog op een of andere manier vullen, jongens. Dus ja, ik zal even mijn leuke dagelijkse boodschapjes laten zien wat ik heb gekocht.
Niks boeiends, by the way. Het zijn gewoon boodschappen. Maar toch, we gaan ze even uitpakken. En tegenwoordig zijn boodschappen zo duur geworden. Je denkt dat je heel wat hebt gepakt wanneer je gaat afrekenen. Maar dat blijkt het maar inie mini paar dingetjes te zijn. Volle zakken vandaag. Nogmaals, omdat ik zei dat we ook nog bezoek krijgen mogen. En Nederland gaat spelen. Dus er komen ook nog andere vrienden van mij. Die komen ook nog samen met ons voetbal kijken. Wij zijn wel van een voetbalfamily, guys. We love it. We enjoyed it. Ik ben lekker luid wanneer we voetbal aan het kijken zijn. Gewoon lekker gezellig. In ieder geval, ik heb bekers gehaald. Want aluminiumfolie, borden, servetjes en cocktailsticks. Want ik heb geen zin om achteraf nog bezig te zijn met vuile was, vuile vat en afwassen en zo. Dus we hebben de spulletjes gehaald, lekker makkelijk. We hebben broodjes gehaald, want jullie weten ondertussen wel wanneer we voetbal aan het kijken zijn. Is er altijd fast food, dus dan is het hamburger of hotdog, something in die richting. Dus ik heb alvast die broodjes gehaald voor morgen. We hebben 3 zakken kroekroek. Want hun zijn met een grote gezin en wij zijn met een grote gezin. En ik ben van plan om nasi te gaan maken. Ik heb kruidnootjes gehaald. Deze zijn van de Action. Ik heb 2 rookworstjes gehaald. Die gaan morgen ook in de nasi. En ik heb nog een rookworst gehaald. Die is van vanavond. Dat is, gaan wij vanavond eten als avondeten met stampot. Heerlijk. Op zijn Hollands. Ik heb 2 maaltjes gehaald. Eentje voor mij en 1 voor Randy. Die gaan nou even lekker in de vriezer. Zodat ze lekker koud zijn. Dan vind ik koud vind ik ze gewoon het lekkerste om op te drinken. Dus die ga ik nou eventjes de vriezer in. En die gaan we zo direct lekker eten. Lekker drinken moet ik zeggen. Lekker drinken voordat de kinderen thuis zijn. Dat is dan onze guilty pleasure. Ik heb milde olijfolie gehaald. Dit is lekker voor het bakken en het wokken. En ik heb ook een andere olijfolie gehaald. Dit is extra virgin. Die is alweer lekker voor in salades. Vooral in salades, in soepen, zeg maar, kan je die gebruiken. En deze is echt voor het bakken en het wokken. Ik heb ook nog een asin ketchup gehaald. Ik had nog 2 flesjes van die massing zijn staan. Die zijn die zoete. En dit is de zoutste versie. Die heb ik ook nodig voor morgen. En ik heb natuurlijk groentjes gehaald wat in de nasi gaat. En ik heb een nasi gori kant-en-klare zoutje gedoe gehaald voor extra smaak. En kipfilet, die snij ik ook lekker klein. Die gaan er ook lekker in. Ja, ik heb ook nog drinken gehaald, jongens. Maar dat ga ik allemaal niet laten zien. Dus allemaal veel te lang. Ja, drinken. Koekjes. Nog groenten. Oh, ik heb ook nog deze pindasaus gehaald. Is kant-en-klare pindasaus. Normaal maak ik het zelf, maar het is nou even voor de gemak. En misschien moet ik het nog een beetje op smaak aanbrengen. Ook lekker nog. Oh, deze vind ik ook zo lekker, hè. Dit is eigenlijk wat ik heel vaak drink. Dus van die vitamine drinkwater. Die heb ik ook altijd bij me voor de gemak. Ik heb thee gehaald. Wij vinden deze echt super lekker. Van Picnic. Dit is Carmille van Caramel Vanilla. En dan hebben we nog eentje van verschillende groenten. En citroen met munt. En dan heb ik ook nog verse munt in de tuin. Die ik dan lekker bij doe. En ik had ook nog alles reiniger doekjes nodig. Nog een pak koek. Ja, dat was het zo'n beetje. Ik heb het idee net of ik dingen zijn, ben vergeten. Maar ja, mocht het zo zijn, dan kan ik morgen nog alsnog of vanavond even snel naar de winkel. Maar dat was het, jongens. Ik ga nou alles opruimen in de kast. En ja, daar ga ik editen. Oké, jongens. Ik heb mijn vlechtjes eruit gehaald. En nu heb ik mijn kleine vrouw.
Zoals je ziet zitten nog allemaal pluisjes in mijn haar. Dus ik ga straks even mijn haren wassen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik even goed mijn handen schoonmaken. En dan ga ik koken. We eten vandaag... Ik wou zeg maar stamppot eten met rookworst. Maar het wordt bonen met rookworst. En gewoon rijst. Lekker easy. Zodat ik op tijd mijn haren kan wassen. Dus dat is de planning nu eventjes. En ik ben al begonnen met het editen van een video. Van een vlog. Ik moet zeggen dat ik het nu al spannend vind. Dat ik heb gezegd dat ik vlogmas doe. En elke dag een nieuwe vlog online zal komen. Because it's a lot. Ik zeg het eerlijk toe, jongens. Het is wat. Het is wat. Maar ik ga maar zeker mijn best doen. We gaan gelijk niet opgeven. Oké, ik ga nou koken. Ik sta nu in de badkamer. Kijk, mijn vrouw. It's getting there. Eindelijk krijg ik weer een beetje lengte. Want ik heb mijn haar vorig jaar weer heel kort geknipt. In ieder geval, ik ben nu even in de badkamer. Ik ga snel douchen en mijn haren wassen. Want Randolph die gaat zo weg. Hij heeft zijn vriend is jarig geweest. Dus we gaan ze hem vandaag surprisen. En hij heeft een, zeg maar, een surprise party. Ja. Dus dan ben ik alleen thuis met de kids. Dus ik ga even snel douchen voordat hij weggaat. Kan ik nog even een filmpje gaan kijken met de meiden of zo. Die meiden die zal zichzelf wel vermaken in de kamer. Die zit er bijna nooit bij. Maar we hebben net even finale gekregen van voetbal. En we hebben twee zwerpen heen en weer. Maar Noord-Korea heeft dus gewonnen. Wauw, that's all surprisingly. En dat betekent dat Oekraïne, Uruguay, naar huis is. En nu was die andere, Portugal, die gaat wel door. Ook al hebben ze verloren deze spel dan tegen Noord-Korea, maar die gaan ook door. En Ghana is ook naar huis. Dus morgen speelt Nederland. Oh my gosh. Zo spannend. Maar in ieder geval jongens. Dit wordt mijn dagje. Ik denk dat ik ook bij deze de vlog ga afsluiten. Bedankt voor het kijken. En niet vergeten te liken. Subscriben. En ik zie jullie in de vlog van morgen. Doei.